Welkom bij deze vierde tutorial in level 2 van Illustrator. In de vorige heb je leren werken met de Pathfinder en de Blend Tool. Nog een handig trucje wat je kunt gebruiken is de stap en herhaal of de dupliceer functie. Ik ga het even laten zien in Illustrator. Wat je kan doen is, je kunt dus iets dupliceren of verplaatsen of roteren of op een of andere manier bewerken. En dan kun je tegen Illustrator zeggen, oké, datgene wat ik zojuist heb gedaan, dat moet je nog een keer doen. En of misschien nog een keer, of nog een keer, of nog een keer. En dat kun je net zo vaak doen als je wil. En daar kun je ook hele mooie patronen en tekeningen mee maken. Ik zal het eerst eventjes in het klein even laten zien met een vierkantje. Vierkantje maak ik even mooi oranje of zo. Zo. Ik maak even een vierkantje. En zoals jullie in de vorige les hebben geleerd, kun je dus met Alt kun je dus iets dupliceren. Als ik Shift erbij indruk, dan blijft hij mooi op dezelfde hoogte. Nou, stel dat ik hem zo'n kleine afstand van elkaar af wil hebben. Laat ik mijn muis los. En dan heb ik dus twee vierkantjes naast elkaar. Stel dat ik een hele rij van deze vierkantjes wil hebben, kan ik dus heel moeilijk doen met deze er weer naslepen. Nou, in dit geval gaat dat wel goed, omdat ook die hulplijn erbij staat. Alleen het kan makkelijker. Als ik command D indruk, dan moet ik hem dus weer even ernaast zetten. Zo. Dan Illustrator heeft dat, die actie van mij heeft die eigenlijk opgeslagen. Als ik nu op command D druk, de D van Dirk, die zie je ook links onderin staan, dan kan ik hem net zo vaak dupliceren als ik wil. Zelfs tot buiten het velletje. En de afstand tussen die twee vierkantjes blijft altijd hetzelfde. Dus dat zal niet veranderen. Ik kan dat bijvoorbeeld ook met meerdere dingen tegelijk doen. Dus als ik bijvoorbeeld hier mijn vierkantjes allemaal selecteer. En ik wil bijvoorbeeld van boven naar beneden ook nog een rij maken. Stel dat ik bijvoorbeeld tegels wil maken. Dan is dit heel handig. Zo. Plaats ik die eronder. Dan heb ik hem nu gedupliceerd en dan wil ik nu van deze twee rijen bij elkaar, wil ik ook weer een duplicatie maken. Dan druk ik nog een paar keer op command D en dan heb ik een soort van mooie tegeltjesmuur. Dat is sowieso heel handig. Je hebt heel snel eventjes een vel gevuld met wat vormpjes. Wat ook handig is, is dat je kan bijvoorbeeld een cirkel maken. Met vormpjes die doorlopen. Dus stel dat ik bijvoorbeeld eventjes een soort puntje teken. Ik wil een soort van sticker maken bijvoorbeeld. De vorm die verplaats ik even een klein beetje. En ik ga even naar mijn rotate tool. Dit is het handigste om met de rotate tool te doen, omdat het anders niet echt goed werkt. Ik doe even dubbelklik op rotate en ik zet hem eventjes op 170 graden en ik kan hier links onderin op copy klikken. Als ik dat doe, dan kopieert hij dus mijn laag. Als ik dan nog een keer op command D druk, dan herhaalt hij dus die twee vormen dus elke keer na elkaar. Nou. Het geeft best wel een leuk effect. Als ik nu bijvoorbeeld dit weer selecteer en bijvoorbeeld even naar mijn Pathfinder ga, dan kan ik hier mooi één samengesteld pad van maken. En die kan ik dan bijvoorbeeld weer als een sticker gebruiken of zo. Een mooi tekstje erop of dergelijks. Je kunt het bijvoorbeeld ook doen met de grootte. Ga ik even naar mijn schaal toe. Dubbelklik. Uniform wil ik hem even aanpassen. Naar 110%. Copy. Command D, command D, command D, command D, command D. Nu heeft hij al deze lagen wel boven elkaar geplaatst.
Maar ik kan, als ik met rechtermuisknop klik, kan ik hem ook arrangen en hier op send to back klikken. Waardoor hij hem helemaal terugzet naar de achterste. De kleur een beetje aanpassen. Je kan ook met command blokhaak hem ook aanpassen. Zodat ik deze groen maak, dan zie ik ook echt het verschil. Deze maak ik even roze. En dan zet ik ook even een paar lagen naar achteren. En zo kan je ook binnen een vorm kun je de afstand bepalen. Zo. Dus nu heb ik een soort van mooi regenboogje gemaakt. En die kan ik ook gewoon weer selecteren. Verplaatsen. Zo. En zo kun je bijvoorbeeld een mooi behangetje maken voor jezelf. Wat ook de opdracht is van de volgende level. Probeer dit eens uit. Probeer eens even een mooie samengesteld pad te maken. Probeer het te combineren met de Pathfinder, Rotate Tool, de stap-en-herhaal functie. En kijk wat je daarvan kan bouwen.